Ja, dan kun je dat toch beter misschien eventjes een tijd voor geven na het weekend. Kun jij advies over geven, hè? Oh, joh, joh, ik heb af en toe een stuk moeilijke functioneringsgesprekken thuis. Ja, goed. Tot op heden heeft onze relatie het nog steeds overleefd. Dus we gaan even kijken naar wat allemaal te doen heeft kan natuurlijk. Hier is Hans van Dijk die die gigantisch grote windmolen aan de gang probeert te krijgen. Die lummel van de turbo waarvan ze zelf zeggen, nou wat wij eronder hebben staan, dat heeft helemaal niemand. En dan moet dan toch serieus gestoken worden om dat grote ding aan het waaien te krijgen. En er zit er nog niet voldoende hitte in die motor. En dan is het even de vraag, houdt hij vast aan het einde of gaat hij naar het tikkie terug? Uiteindelijk toch dat weer onderuit zoals dat afgelopen zaterdag in de stop gebeurt. Kijk, hij is wakker! En er wordt gepraat in het motor. Hans van Dijk met zijn finale run. Ging eigenlijk helemaal niet gek, hè? In de eerste run. Ook hij moeiteloos door die 100 meter heen. En nu wederom aan het stoken om die turbo aan het blazen te krijgen. Lat ligt ver weg. Op 110 meter 49 is het kloppen afstand. De klopte door Nico Dros. En daar begint hij serieus terug te graven. Daar komt van 14-16 op dat. Heeft dan in de kwalificatie, maar mocht het nu niet wezen, zet zich tussen de afstand van True Power.